Het ministerie van Defensie heeft het traject ingezet om een marineschip te kopen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zei vandaag tijdens een persmoment dat het marineschip enkele miljoenen SRD's zal kosten. Dat kopen we niet in één keer, we gaan het leasen eigenlijk. En de afbetaling van dus die lease doen we jaarlijks. En na 6 jaren wordt het schip eigendom van eigenlijk de regering, het ministerie van Defensie, het Nationaal Leger. Dat is ons voornemen, want we hebben nu een marine die eigenlijk zit zonder een zeewaardige schip. En het is niet goed voor onze marine, terwijl we ons moeten voorbereiden op... We hebben in onze grondwettelijke taken ook dus surveillance preventie optreden, dus grensbewaking, maar ook zorgen dat er veiligheid is in ons maritiem gebied. En als we kijken naar de ontwikkelingen van gas en olie de komende tijden, dan moeten we als leger daarop voorbereiden. De minister stelt dat het leger moet kunnen handelen als er calamiteiten van grote aard aan de orde zijn. Zo'n schip kan ook gebruikt worden voor zoek- en reddingswerkzaamheden. Daarom hebben we besloten om een marineschip te kopen of te leasen dan. En uiteindelijk gaat het toch eigendom worden van ons. En dat gaat ons kosten ongeveer 80 miljoen uit onze begroting. We krijgen geen extra gelden vanuit het ministerie van Financiën. Laat me dat nog eens een keer benadrukken. Het zijn geen extra gelden die we gevraagd hebben daarvoor. We betalen het zelf. De minister geeft verder aan dat er veiligheid moet zijn in Surinaams maritiem gebied. Door bezuinigingen voor wat betreft personeelsbestand kan er nu meer geïnvesteerd worden in het leger.